Mijn naam is Tien Kouk, ik ben projectleider van het project BAM aan de Paal. En ik denk dat de meesten het inmiddels hier aanwezig wel kennen. Ik zie een hoop bekende gezichten. Maar ik wilde toch graag van de gelegenheid gebruik maken om het even toe te lichten. Bouwen aan de Paal, dat is een initiatief van de werkgevers aangesloten bij Bouwend Nederland in de drie noordelijke provincies. Nou, en met dat project willen we de instroom in de bouwopleidingen stimuleren, in de bouw en in de bouwopleidingen. We willen graag meer jongeren in die bouwopleiding, want zoals André ook al aangaf, van, nou, ook bij infra, de instroom die loopt terug. Techniek is überhaupt heel moeilijk met de instroom. En vanuit 2003 hebben de werkgevers al aangegeven van wij vinden dat daar extra inspanning op gericht moet worden om die instroom te realiseren. Nou, daar ben ik samen met Herman mee bezig. Wat doen wij zowel? Wat wij heel graag willen is die jongeren laten zien van wat de bouw is. We hebben tot nu toe heel veel gehad over stageplekken, dat soort zaken. Dan hebben ze al voor de bouw gekozen. Maar wat we ook heel graag willen is dat ze bekend worden met de bouw, met de mogelijkheden van de bouw. Meestal is het beeld van vieswerk, voor lage opgeleiden, slecht betaald, niet voor meisjes, alleen voor jongens. Nou, van dat hele beeld, daar willen we graag van af. En dat willen we de jongeren laten zien door hen gewoon in de bouw uit te nodigen. Dat gaat van basisschool tot en met het VWO en van onderbouw, bovenbouw. Het maakt ons niet uit waar wij dit soort werk kunnen doen, daar gaan wij op af. Dus wij leggen ook die contacten met het onderwijs. Er werd al even aangegeven van ja, er is een aanjager, eigenlijk een smeerolie nodig om die structurele samenwerking tot stand te brengen. Nou, wij hebben in de loop der jaren constant het onderwijs benaderd, decanen in de bouw uitgenodigd. We hebben heel veel bijeenkomsten met de bouwdocenten om via hen ook die leerlingen te bereiken. Nou, dat loopt aardig goed hier in Friesland, moet ik zeggen. En wat wij dan aanbieden is onder andere, mag ik de... Oh. Nee, ik wilde deze even. We willen ze dat laten zien door gastlessen te geven, door ze op bedrijfsbezoek te laten gaan. Inderdaad, de praktijkopdrachten. Praktijkopdrachten zijn heel leuk voor leerlingen die al voor de bouw gekozen hebben, maar ook voor leerlingen die nog niet voor de bouw gekozen hebben. Dus juist om hen op die manier met de bouw bekend te maken. Het kan gaan om speeddaten met de professionals. In feite wat het onderwijs ook graag wil, wij kunnen dat organiseren. Wij worden daarvoor ingeschakeld door de werkgevers, die willen daarop inzetten en daar zijn wij mee aan de slag. Nou, we doen het allesmaal onder de titel Maak het mee. Zo brengen we dat naar voren. Er is dit is de site van Bouwen aan de Paal. Voor de onderwijzers of docenten die hier zijn, daar kunt u op zien van nou, wat de mogelijkheden zijn. Zijn er zelf ideeën? Dan praten we daar graag op verder van wat we daarin kunnen ondersteunen, kunnen organiseren. En zo proberen we de jongeren de bouw te laten zien. En een aardig voorbeeld, Vrij Baan werd al net genoemd, daar gaan we samen aan de slag om juist de basisscholen bij het project te betrekken. En er is nu zelfs het idee om bij het bezoekerscentrum, wat aan de westkant van Leeuwarden en Newton Park komt, om daar een soort bouwtuin, zeg maar, een soort semi-permanente locatie waar de jongeren allerlei activiteiten kunnen doen om met die bouw aan de slag te zijn. Nou, dat is op het basisonderwijs, maar dan gaan we ook kijken van hoe kunnen we dat hoger trekken naar het VMBO, HAVO, VWO. Nou, en zelf vond ik een hele aardige, en dan ben ik klaar helemaal. Bij Heerenveen, de hele complex rond Tialf en de hele herinrichting rond dat terrein, denk ik van, ah, het is een prachtige opdracht voor de technasia. In Friesland zijn er 6 technasia. Nou, het zijn HAVO-VWO-leerlingen, van klas 1 tot met 4 zijn ze inmiddels. Die moeten over dat soort vraagstukken nadenken van, goh, hoe zouden wij dat doen, dat onderzoeken en dan ook daar een plan van aanpak
voor bedenken en dat presenteren. Nou, dat kan bijvoorbeeld in een enquête of anderszins. Maar komen ze in een vierde klas, ja, dan mogen ze over constructieberekeningen na gaan denken. Nou, als we op die manier met elkaar onderwijs en bedrijven de bouw zo bekend kunnen maken, nou, dan hebben we denk ik een beetje stap gezet.